En welkom terug. We zijn weer bij de, ja, hoe moet ik het zeggen, aflevering. We hebben een heel veel meldingen nog openstaan. Vorige keer hebben we dat allemaal helaas niet kunnen afhandelen. En we zijn opeens weer een week verder. Ja, gaat hard, hè? De cash zit erop. Waarom moet je dat iedere video zeggen? Ik weet ook niet. Ja, kijk. Bij deze video, kijk, wij nemen het nu aan één stuk op, hè. Wat jullie vorige week hebben we gezien, hebben we op hetzelfde moment opgenomen. Maar ja, als ik dan zeg, ja, de cash zit erop, dan lijkt het zo van, ja, ik weet ook niet. Dan lijkt het zo opgenomen. Ja. Nou, goed. In ieder geval, de persoon wordt ingeladen. Hopsakeetjes. Nou, alle branden zijn opgelost. Die wrakken even weg slepen. Wat heb ik zin in de staatsloterij op oudejaarsavond? Ja, heb jij een lot? Ja, ik heb een lot. Mogen geen reclame maken. Nee, dat mag niet, inderdaad, nee. Maar ja, ik heb inderdaad zin in de loterij van oudejaarsavond. Laat het zo dan zeggen. Heb jij een lot gekocht? Kan dat nog? Volgens mij nog wel, hè? Ja, dat kan nog. Nou, dan hoop ik wel iets te winnen, want die dingen zijn altijd zo duur. Tot op de avond dat het gebeurt. Ja, de kans is wel minder dan dat je het bij een gewone loterij zonder oudejaarsavond doet. Want iedereen koopt nu een lot. Ja, klopt. Als je gewoon een lot koopt op een gewone doordeweekse dag, gewoon zonder oudejaarsavond, dan maak je meer kans. Ik weet ook niet. Nee, je kan nu wel heel veel winnen. Wat, ja. Wat zou je met zoveel geld doen, Demi? Nou, eerst een mooi huis kopen. Zorgen dat ik op mezelf woon, want bij mijn ouders wil ik een keer weg. Geen miljonair worden bij je ouders. Nee. Een auto kopen. Ja. Yeah. Een beetje duur natuurlijk. Nou, een investering in Game Channel. Goede computer om op te nemen. Een microfoon. Een webcam. Ja, maar daar heb je geen 20 miljoen voor nodig, denk ik. Nee. Maar ja, je moet ook nog wel wat hebben om van de rest van je leven te feesten. Een paar duizend, ja, en ik leg wat aan de kant voor om de rest van mijn leven te feesten. Ik ga natuurlijk nooit meer werken, want ja, wat heeft dat nou voor nut? Ja, maar jij zei een keer dan dat je de ochtendkrant gaat doen. Ja, klopt. Ik heb altijd toen ik nog naar school ging. Ja, ik ga nu ook naar school maar één keer per week, maar toen ik gewoon heel de week naar school ging. Heel veel mensen doen daarna naar school een bijbaantje. Maar ik deed gewoon de 's ochtends en dat was kranten bezorgen. Nou, dan was je om 3 uur met school klaar. Lekker. En dan was je klaar. En dan had je gewoon een hele middag en heel de avond nog over. Het was echt heerlijk. Ja. En dat is toch het ochtendleven. Dat is een heel apart iets. Dat kan je niet omschrijven, maar dat is heel apart. Wacht. Wat heb ik nou weer gedaan? Niemand op straat. Nou ja, als je om 4 uur de krant gaat bezorgen. Ik heb dat wel eens gedaan. Ik werk nu 's avonds. En ik heb dat ook nog een keertje allebei gedaan. En dan heb je zeg maar... ja, hoe moet ik dat uitleggen? Dan heb je zeg maar de... dan heb je zeg altijd zeg maar 's avonds werk en 's ochtends werk. Nou, dat heb ik een paar dagen gedaan. Dan ben ik gelijk in één keer doorgegaan. Dan was ik zeg maar om 2 uur klaar of zo 's nachts. Dan heb ik thuis wat gedronken, ja, en dan heeft het eigenlijk weinig zin om nog te gaan maffen. Dus, heb ik maar gelijk de ding even, de krant bezorgd daarna. Dan ben ik om 6 uur gaan slapen, om 3 uur moest ik weer werken. Maar dat hou je niet lang vol, dat kan ik je al vertellen. Zo, nou, deze missie die is, oh nee!
Heel de brand loopt uit de hand. Hoe kan dat dan weer? Volgens mij is dat zo, heel de stad in de fik, joh. We gaan eventjes deze... Van die hele stad uit laten branden, dan zijn we daar ook weer vanaf. Ja, inderdaad. Zou je bijna doen. Nou, ik ga even alles terugsturen. Ja, ik denk ook wel dat ik de ochtendkrant dan ga proberen als ik een paar miljoen win. Weet je wat het is? Anders ga je toch de hele dag op je bed liggen. Het lijkt wel leuk, maar ik denk dat je na een paar weken toch gaat vervelen. Als je dan 's ochtends lekker die kranten kan doen en daarna nog eens een beetje wat voor jezelf. En dan ga je s'avonds ergens uit eten of zo, iedere avond. Heerlijk. Ik ga wel iets zoeken waarmee ik bezig kan zijn. Al levert het niks op, dan ben ik wel bezig. En niet op mijn luie kont zitten. Nou, nog meer video's. 3 keer per dag Game Channel video's. Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Game Channel de hele dag opnemen. Kijk, nu gaat dat natuurlijk niet 3 keer per dag opnemen. 1 keer per dag doen we nu. En ja, dat is ook al heel zwaar, hoor, kan ik je vertellen. Ja, inderdaad. En dan hebben we ook nog werk, school. Ja, dat vind ik helemaal lastig. Dan moet je nog eens ook nog eens na school, na je alles daarna of ervoor moet je hier nog eens gaan opnemen. Het is heel leuk, maar... Nou, dus ja. Nou, ik vind dit een beetje apart. Het kost wel wat moeite. Ja, maar we hebben het allemaal over. We doen het graag. Daarom klink ik misschien ook soms een beetje uitgeput. Maar ja. Ik werk dan 38 uur per week. En dan heb ik een school en huiswerk en Game Channel. Dus ja, dan klink ik soms een beetje... Moe. Ik weet niet hoe het met jou zit. Ja, heb ik ook. Stel we winnen de loterij, dan... Wordt Game Channel een succes. Dan wordt Game Channel een groot succes. Dan gaan we 3 keer per dag opnemen, misschien wel 4 keer per dag. Gewoon ieder uur een video. Ieder uur een video. Dan hebben we ook echt geen leven. Nee. Maar dan ben je de hele dag met Game Channel bezig. De hele week. Nou ja, dat moet er van 9 tot 5 moet je toch wel makkelijk 4 video's kunnen opnemen. En bewerken. Van 9 tot 5. 2 video's, dat kan je zo in een paar uur doen. Ja, op zich kan dat wel lukken, toch? Altijd leuk, hè? Altijd die dromen. Nou, heel de stad staat in de fik. Als Game Channel nou echt goed gaat lopen, dan kunnen we misschien zonder de loterij te winnen wel 2 video's per dag uploaden. Moeten we maar even kijken. Inderdaad. Als we nou de 100.000 abonnees hebben of de 50.000. Yes, dan willen we die overweging misschien nog eens maken. Ja. Zo, dit is eventjes een hele grote... Ik wil best 2 video's per dag uploaden, maar voor... Voor 1000 kijkers per video, dan vind ik dat nog wel een beetje, ja, te veel moeite voor te weinig kijkers. Ik doe het graag voor jullie, maar ja. Nou, heel de stad staat in de fik. Ja, ik wou nou dat ik het kon zien, maar ja, ik kan het niet zien. Oh, wacht, ik zie al wat mis is gaan. Het elektrohuisje, dat is afgefikt. En dat, nou staan al die bomen daar weer even rondom in de fik. En als je hier op de kaart ziet... Links onderin, dan zie je alles waar het oranje dingetje, dat staat te fikken en dat is best veel. Zo, nou hier staat een brandweerwagen niks te doen. Wat hebben we hier nog allemaal? Oh, die kan ook weg. Oh, wat zijn die allemaal traag zeg. Zo, hoppakee. Nou, de bovenste melding, dat is nog eventjes een... Oh, we hebben nog allemaal... dit staat ook allemaal in de lichte laaien. Het zit wel mee vandaag, jongen. Okay. Ja, maar mijn voertuigen die zijn een beetje op eigenlijk. Maar dan gaat er naar een hele grote gebouwbrand, kan er 1 brandweerwagen. Er moet even wat uitgerekend worden, hoor ik. Administratie.
Nou, maar gaan we het opgeven of niet, deze multiplay? Want hij blijft maar doorgaan. We kunnen het nog afmaken, toch? Als alle problemen opgelost zijn, dan is de missie voorbij. Nou, maar die missie die blijven gewoon volgens mij komen, hoor. Nou, net hadden we er in ieder geval 8. En op dit moment hebben we er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, Snoopy mag weer werken, hoor. Arm beest. Aye aye, sir. En we kunnen nog 10 minuten doorgaan en daarna de missie opgeven. Right away. Ja, volgens mij is dit gewoon, heb ik een free play gedaan die online doorgaat, maar dit is inderdaad wel heel erg hectisch. Yes. Aye aye, sir. Await orders. All right. Await orders. Yes. Nou, we hebben 3 brandweermensen. Even kijken. Nou, we gaan eens kijken hoe het hiermee is, want dit is nog wel de grootste brand. I'm right away. Yes, okay. Count me in. I'm ready. Understood. What's up? Oh nee! Ik dacht dat. Ik dacht dat kon wel. Ah, niks aan de hand. Gewoon zo traag, joh. Ja, laat maar in. Kom op, kom op, kom op. Er moet hier nog ergens gewonden zijn. Oh, hier. Maar we hebben geen ambulances. En we hebben weer een kapotte switchbox. En het gaat weer fikken hier, zie ik. Oh, wacht. Oh, dit staat ook helemaal in de lichte laaien, joh. Nou, ik denk dat we maar moeten stoppen, Dimmy. Ik denk het ook. Want we hebben nou nog 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 meldingen blijven de hele tijd openstaan. Kijk, en hier is er weer een grote brand. Komt niet meer goed, denk ik. Ik denk het ook niet. Anders zijn we morgen nog bezig. Moet een keer een livestream doen. Ja, inderdaad. Dat is wel leuk, toch? Hebben we aan het begin ook gedaan. Liep goed. Dan kunnen we gewoon een keer helemaal doorgaan. Ja, al kost het ons 10 uur. Nou, zullen we maar stoppen dan?
Helaas, we moeten het beëindigen. We bedanken je voor het kijken. We hopen dat je het leuk vond. En vergeet niet te abonneren. En dan volgende keer dan, gaan we weer een poging wagen. Kijken of het dan iets beter aan de hand is. Morgen. Hebben we morgen weer een nieuwe video? Ja, Emergency 4 misschien toch? Ja, inderdaad. Hou ons kanaal in de gaten. Dan gaat het helemaal goed komen. En vergeet niet te abonneren. Duimpje omhoog. Nog iets zeggen. Doei. Kip.